Ik heb geen idee wat er wel en niet rijdt. Want de bus die je normaal neemt, die is niet op komende dagen? Die staat er nog niet, nee. Helaas niet. Ik had de laatste sprinter naar het Centraal Station. En ik kom hier weer met een sprinter vast te staan op het Centraal Station. Ja, eigenlijk zou mijn bus nu komen, maar die staat er nog niet. Gaan jouw bussen wel gewoon? Ik probeer er eentje te pakken, 300 in ieder geval. Maar ik moet nog even wachten of die gaat. Wat vind je ervan dat er wordt gestaakt? Ja, goed. Ja. Nee, die mensen moeten ook gewoon dingen verdienen. Dat is ook wel lastig voor het bedrijf, maar ja, ik vind het goed voor de mensen dat ze doen. Ja, ze doen het in ieder geval met een reden. Maar ja. Het geeft wel een hoop ellende mee, als ik eerlijk ben. Ja, ja, vertel. Ja, normaal pakken we direct de bus bij ons thuis in de buurt en die gaat gewoon naar school. En nu het is een beetje hopen welke er rijdt, hè? Ik vind dat moeilijk. Ja. Ik snap het, maar ik vind het ook vervelend. Ik bedoel, het heeft aan beide kanten zijn pijn. Ja. Vervelend. Ja, mensen moeten gewoon naar werk en naar school. Sommige mensen zijn afhankelijk van de bus. Weet je, ik snap het van hun kant op zich wel, maar volgens mij hadden ze zelfs al een deal dat ze al loonsverhoging kregen, was er niet genoeg, hè? Afgelopen weken legde het streekvervoer al meermaals wat werk neer voor een betere cao. En na het indienen van het ultimatum liet de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer al weten dat het cao-voorstel wat voor ligt komt te vervallen als de bonden overgaan tot de staking. Omdat er verder niet meer werd gereageerd op het ultimatum is besloten deze vijfdaagse staking af te kondigen. Dat betekent dus ook dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel om de cao-bespreking weer van voren af aan te beginnen. Ja, waarom staken we? Omdat wij... Kijk, het verschil is dat we nu met twee partijen... We zitten nu voor de... Het is een beetje technisch, maar voor de CO 2023 te onderhandelen. Dus dat is een iets andere situatie. En vandaar dat we nu ook gewoon met beide bonden, zowel CNV als FNV, ook gewoon gezamenlijk optrekken. En dus gewoon... nu zoiets hebben van ja, we gaan gewoon als werkgevers geen gehoor willen geven aan onze eisen. Ja, dan zijn we wel genoodzaakt om actie te voeren. En wat moet er dan voor jullie gebeuren om niet nog een volgende staking te plannen? Nou, kijk, werkgevers weten heel goed wat zij waar onze belangrijke punten liggen. Dus ze moeten daarover met ons in gesprek gaan. Dat betreft werkdruk die hoog is, heel hoog is. Arbeidsomstandigheden, loon en ook een goede ouderenregeling. Dat zijn gewoon de belangrijke punten waar ze ons op tegemoet moeten komen. De geluiden zijn natuurlijk niet super positief, want mensen die moeten naar hun werk toe en naar hun studie. Hebben jullie ook wel eens gedacht over een andere manier dan staken? Ja, nee, we hebben in het verleden hebben we wel ons publieksvriendelijke acties gedaan. En dan hebben we gewoon hebben we mensen gratis vervoerd. Maar als we dat deden, zeiden de werkgevers van ja, weet je, jullie doen je werk niet goed. Dus we vinden dat jullie staken. Dus je krijgt gewoon je loon niet. Dan denk ik, ja, weet je, als dat de manier van doen is, ja, dan rest ons weinig anders dan ook gelijk het hele werk neerleggen. We vinden het ook vervelend voor de passagiers, maar ja, soms dan kun je helaas niet anders.